Hoi, ik ben Frank en welkom bij Inland Rabbit Chili Peper Mysterie. En het mysterie vandaag is een bekende, het komt weer van Lekker Becky, gespecialiseerd in Surinaamse sambal, chutneys, pepers, pindakaas, van alles. Wordt een 1-2'tje vandaag, wordt een 1-2'tje. Dit is een bijzondere, want ik ken het niet. Daar beginnen we straks ook mee. Dit is de Pomister chutney. Ja, geen idee wat ik hiervan moet verwachten, dus we gaan het zien. Ja, peper. Tafelzuur, zoals we het noemen. Dat is gewoon echt letterlijk peper in azijn. Dus dat is... Dat is leuk. Gewoon, maar noem je net? Nee, het is Scotch Bonnet. Ja, Scotch Bonnet. Dus tof. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan gewoon beginnen. Ik ben enthousiast. Ik heb er zin in. Zeg ik met een droog kloterig gezicht. Ja, sorry. Dat is mijn enthousiasme, jongens. maar... Pomegranate dus, dat is een tropische vrucht, heet ook wel de Ambarella. Die zien we hier niet, maar die wordt geïmporteerd uit Suriname, als ik niet vergis. Kan zowel groen als geel gegeten worden. En als ik dat een beetje nakijk op foto's en zo, ik weet niet wat ik van moet verwachten. Het ziet er een beetje uit als een kruising tussen een mango en een citroen misschien, maar... het heeft ook een hele rare pit. Een soort stekelige, liché-achtige pit. Ik weet het niet. We gaan het gaan proeven. En ingrediënten oplezen. En dat soort dingen. Ja, cool. Daar zit dus in. Pomegranate, ui, knoflook, zonnebloemolie, maanjenet, suiker, specerijen, zout, voedingszuur. Volgens mij azijn of zo, conserveermiddel, dus dat. Oké. Het ruikt kruidiger dan ik had verwacht. Bijzonder. Ik doe gewoon gelijk wat in een bakje. Het schept ook wat makkelijker. Eet ook wat makkelijker. Blijft het wat hygiënischer. Dan kan je nu al zeggen. Ik zal even kijken of ik door kan roeren. Een beetje. Nou, het is allemaal wel redelijk geleidelijk. Oké, dat is mooi. Ik kan je nu al zeggen, dat ziet er raar uit. Dat ziet er echt heel raar uit. En als ik dat laat zien in een bakje ook. Ja, dat ziet er gewoon heel vreemd uit. Het is niet dat je denkt, hé, ik heb zin om dat gezellig op Instagram te zetten, weet je wel. Daar ben ik eerlijk over. Kijk, ik kan het even deze aan de kant zetten. Kijk. Ja, dat is gewoon vreemd. Bruinig en ja, ik ben benieuwd. Oké. In het begin wat zoutig. Ik zou bijna zeggen mosterdachtig. Ik heb het hier niet opgenoemd, maar ik kan me voorstellen dat er iets mosterd in zit. Zoutig. Maar dan komt dat fruitige door. Van die vrucht. En
als je koud, want er is echt wat te kouden op die vrucht, wordt het ook een beetje zuurig. Dus een hele complexe, ja, vreemde beleving. Het is eerst zout, dan zoet, dan zuur. En een klein beetje die pit van die peper, Madame Jeannette, achter mijn keel. Voor op mijn tong een beetje, voor mijn mond. Ja, ik vind het niet, niet echt heet, niet echt medium of zo. Maar ja, er zit wel een beetje pit aan, weet je wel. Dus voor mij mild. Voor andere mensen misschien medium. Misschien ook wel voor sommige mensen heet, maar het kan ook een beetje aan die kruiden liggen, die mosterd of zo. Het is best wel sterk. Leuk, lekker. Heel verrassend. Ja, ik ben echt een beetje verbaasd door die smaak. Ik had dit niet. Ik had het op een of andere manier zoeter verwacht. Of ik weet het niet, maar ja, het is bijzonder. En het is lekker. Ja, ik moet nog even kijken waar ik dit bij gebruik. Ga gebruiken. Misschien gebakken ei of zo, daarnaast. Ik weet het niet. Ja, gaan we gewoon door. Met het tafelzuur. De peper. Daar zit in, niet zoveel. Het is namelijk gewoon peper. Water. Suiker, zout, voedingszuur. Azijn weer, denk ik. Conserveermiddel. Ja. Ja. Hiervan weet ik wel een beetje wat ik moet verwachten. Het is mijn naam. Het is. Zeg het weer verkeerd. Schorsbonnet. En ik weet hoe dat smaakt. Dus. Ik kan hem even dichterbij halen. Ja, dat ruikt naar peper. En azijn. Meer kan ik niet zeggen. Gewoon een stuk peper. Ja, het is weet je, dat fruitige van die Scotch bonnet. Best wel een fruitige peper. En nog een stukje. Gelijk een heel groot stuk. Maakt niet uit. Ja, fruitige peper. Fruitige smaak. Hitte. Achter mijn keel. Zijkant van mijn tong een beetje. Boven in mijn gehemelte. Ja. Ergens tussen mild en medium. Voor anderen wordt dit al snel heet, denk ik. Ja, denk het wel. Waar zou ik dit bij gebruiken? Weet je? Bij een, op een broodje. Door een salade. Ja, zeker door een salade is lekker, denk ik. Misschien een lekker tonijnsalade of zo, weet je wel. Stukjes doorheen, wie weet. Maar ook gewoon een normale salade met sla en zo. En ja, eigenlijk van alles. Ik ben hier heel blij mee. Ik ga dit wel echt veel gebruiken, denk ik. Met lekker. Gewoon een stukje verse peper ergens doorheen, weet je wel. Ja, zeker. Dus, gaan we dan voor de mooie Instagram foto. Eens kijken of dat zo lukt.
Anders doen we het anders deze keer. Iets dichterbij halen. Ja, zo is het mooi toch? Ja, dit pommes de chutney. Hele bijzondere smaakervaring. En de het afvalzuur, de schorsmond. Lekker, leuk, dankjewel. Lekker Becky weer. Als je hieronder een comment achterlaat, vind ik dat heel tof als je dat doet. Ik lees ze altijd en ik commentaar meestal terug. Ik vind het leuk om te doen. Je verschijnt zo'n logo dat ik kan klikken. Bij subscribe zoals het heet. Ook tof als je dat doet. Rest me nu alleen te zeggen onthou. Het was een man in a green coat. Zie ik jullie de volgende keer. Doei.